Welkom bij Kinderen voor Kinderen pakt uit. Hallo allemaal. Ja, en net als altijd, ook dit keer weer een beroemd liedje van Kinderen voor Kinderen dat centraal staat. En daarvoor gaan twee kids uit het koor op bezoek bij een BN'er die alles afweet van het onderwerp van het liedje. Als tegenprestatie speelt die BN'er dan mee in een nieuwe clip van Kinderen voor Kinderen. Hij moet dansen, hij moet zingen, eigenlijk alles. Ja, en ik ben er bang voor dat ik nu aan je ga verklappen welk liedje dat dit keer centraal staat. Een beetje bang. Mijn gast van deze week is Sita. En die is niet snel bang te krijgen hoor, want zo zong ze al een keer samen met Marco Borsato voor De Koning en Maxima. En schittert ze elke week als musicalster in Roodkapje. De twee speciale Kinderen voor Kinderen reporters Mimi en Luc zijn bij Sita geweest tijdens een voorstelling van haar musical Roodkapje. Hey Lex! Lucie Luc! Hoe was dat bij Sita? Superleuk. Ja, wat moest je allemaal doen? We zijn naar de voorstelling gaan kijken en we hebben er 3 keer laten schrikken. Mimi, hoe heb je Sita laten schrikken dan? We hebben overal allemaal van die hele enge spinnen en dingen. En ook in de koekjes zaten wormen. Weet je wat, we gaan gewoon kijken naar jullie filmpje. Hier zijn de Kinderen voor Kinderen reporters, Luc en Mimi. Wij zijn hier vandaag voor Sita, want die speelt in een musical Roodkapje. En we hebben ook nog een missie, want Sita mag meedoen in onze videoclip van Een Beetje Bang. Dus we willen haar als test 3 keer laten schrikken. Gaat ons dit lukken? Makkelijk. Kom! Luc, kom jullie een dagje meelopen? Ja, gezellig! Nou, wat leuk! Moet je nog veel dingen doen voor de show? Nou, ik heb mijn haar gedaan, mijn make-up is gedaan, ik heb mijn zender geplakt en... wat doe je? Ah! Jullie laten me schrikken! Een spin! Een spin! Maar, gaan jullie mee? Ja! Oké, kom. Vind je het nou spannend om hier zo meteen op te treden? Ja, best een beetje. Ik heb best een beetje kriebels, maar dat noem ik altijd gezonde spanning. Ik heb er voornamelijk heel veel zin in. Ja. En jullie gaan kijken. Ja. Ik zou zeggen, wij gaan zo beginnen, dus veel plezier. Dankjewel. Ja. Supergoed. Ja, dat is leuk. Ja. Hey, ik moet nu even gaan meet en greeten. Gaan jullie even mee? Ja, ja, okay, ja. Kom. Volgens mij is dit Sita's kleedkamer. Ja, ik denk het ook. Nou, Sita doet natuurlijk mee in onze videoclip van Beetje Bang. Ze moeten wel even testen. Net als Roodkapje hebben wij ook koekjes meegenomen. Maar deze zijn niet zo lekker, want er zitten allemaal vliegen en larven in. Dus eet smakelijk, Sita. Misschien is het leuk als ik dan in de kast ga huilen. Oh ja, dat is goeie. En ik heb hier ook nog spinnen, dus het komt helemaal goed. Hey. Ik ben er nu in de kast en ik ga proberen om Sita te laten schrikken. Ik ben er helemaal klaar voor. Hoi Sita! Nou, dat is leuk om niet te doen. Wow! Jeetje! Jij kan erop verbollen. Nou, om het goed te maken hebben we hele lekkere koekjes. Als je het nou over eng hebt. Nu word je eng. Ja. Kijk, super! Wat vind je het allerleukste aan musical? Nou, ik vind heel veel dingen leuk om te doen. Ik vind zingen leuk, ik vind acteren leuk. En in theater komt alles samen. Dus dat vind ik het leuke eraan. We vonden het heel leuk om met jou een dagje mee te lopen. Maar onze missie was om jou 3 keer aan het schrikken te krijgen. Maar is dat gelukt? Nou, dat is zeker gelukt. Ik schrok van jou uit de kast en de spin op mijn schouder. En natuurlijk van de koekjes. En we hebben je niet voor niets laten schrikken. Want we hebben er ook een liedje over gemaakt. Een beetje bang. Oh. En dan willen we vragen of jij daar in de nieuwe videoclip wil meedoen. Echt? Ja. Dat vind ik wel heel leuk. Dat vind ik heel leuk. Ja, dat wil ik wel. Ja, dat komt helemaal goed. We gaan er wat leuks van maken. Woehoe! Hallo Sita. Hallo. Nu mag je opeens met Kinderen voor Kinderen mee gaan doen.
Onwijs leuk. Oeh, dat is wel spannend, hè? Ja, ik vind het ook wel een beetje spannend. Maar goed, jij staat natuurlijk avond aan avond in de musical en je hebt al 10.000 miljoen keer op een podium gestaan. Ja, dat is waar, maar toch, die kids zijn natuurlijk helemaal er klaar voor en die kennen dat lied heel erg goed. En ik kom net kijken qua, hè, dat liedje ken ik nog helemaal niet zo goed. Soms ben ik een beetje bang. Ja. Een beetje bang. Een beetje bang. Een beetje bang. Een beetje bang. Oké, okay. Ja, dat komt goed. En verder? Soms ben ik een beetje bang. Een beetje bang. Oh, ik weet het. Voor die spin op het behang. En ik moet de tekst toch echt even goed leren. En voor Lex de presentatieman. Nee, oh, voor jou ben ik niet bang. Oh, gelukkig. Voor jou ben ik niet bang. Nou, even kijken. Hier nog misschien een beetje dit zo, ja? Ja, we zijn nog niet klaar. En wacht, ik moet hier nog eventjes in zo. Even een poedertje. Ja. Zo. 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 Ja? Zo meteen dansen en zingen, hè? Ja, ik heb er zin in. Succes. Dank je. Hallo. Hey, hallo. Sita. Hoi. Hoi. Welkom. Dank je. Nou, wat goed. Ja. Ik ben er klaar voor. Ik hoop het. Soms ben ik een beetje bang. Een beetje bang. Vind het... gang. Voor die speer op het behang. Een beetje bang. Mooi. Soms ben ik een beetje bang. Op en neer. Op en neer. Yes. Dan hebben we. Dan kom je weer omhoog. Hoofd, ga je naar rechts. Hoofd, links, hoofd, rechts, hoofd, links, hoofd. Oh ja. Yes. Ik was in de war. Oeh, mevrouw Sita. Jij staat hier een beetje pintjes te zweten. Ja, best wel. Ik vind het vrij spannend. Je bent kort gezegd een beetje bang. Een beetje bang. Een beetje bang. Bang. Wat is nou het verschil tussen musical en een optreden bij Kinderen voor Kinderen? Oeh, nou, musical is alles vrij groot en zo. In Roodkapje moet je de laatste rij van de zaal moet je natuurlijk bereiken. Dus dan mag alles heel groot zijn. En dit is kijk, die kids zijn al supergoed aan het repeteren. Ze zijn goed, hé. En dat ja, voor tv is het allemaal wat kleiner. Oh, je praat heel veel. Ik praat heel veel. Dus je bent heel zenuwachtig. Ja, weet je wel. Ik laat je gaan. Oké. Okay. Ga lekker naar de stage en zet hem op, hè. Want hier zijn de Kinderen voor Kinderen samen met Sita en... Vandaag is zij een beetje bang. Soms ben ik een beetje bang. Een beetje bang. In het donker op te gaan. Voor die spin op het behang. Een beetje bang. Een beetje bang. Voor de bliksem of een slang. Ik ben zo nu en dan een beetje bang. Ja, nou heel erg goed, want de tekst ging goed. Ze hebben heel mooi gezongen en de dans ging volgens mij ook heel erg goed. Ik ben er dus bang voor dat het heel goed geslaagd is. Ja, ik denk het ook. Yes! Op naar de volgende Kinderen voor Kinderen pakt uit en wij vieren hier nog even een feestje. Woehoe! Doei! De volgende keer bij Kinderen voor Kinderen pakt uit. Rachel van Checkpoint. Ik heb geen idee of ik het kan of niet. Oh, door blijven rennen jongens! Door blijven rennen, doe maar, kom op! Vergeet ons niet te volgen op social media.